In de samenwerking met Barbados wil minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken dat Barbadianen in de agrarische sector van Suriname komen investeren. Dit was een van de onderwerpen waarover de bewindsman heeft gesproken op zijn zakenreis naar verschillende landen de afgelopen 2 weken. In het kader van samenwerking heeft de BUSA-minister van Barbados aan Ramdien gevraagd om op een nader tijdstip een bezoek te brengen aan het eiland, gezien dat niet kon tijdens de dienstreis vanwege de COVID-crisis aldaar. Dus we hebben een economische samenwerkingsovereenkomst met Barbados en wij gaan dus op dat stuk werken, met name op het stuk van voedselvoorziening, maar ook op het stuk van investeringen van Barbadianen in de agrarische sector in Suriname. Recentelijk heeft de premier van Barbados opgeroepen aan Guyana, en hetzelfde geldt ook voor Suriname, om aan soja te beginnen. Dat heeft te maken met het feit dat de prijs van kookolie enorm aan het toenemen is. Dus hier ziet u het belang van dit soort reizen, dat dus deze contacten worden gelegd en dat er dus een eerste aanleg wordt gepleegd voor wat betreft de economische samenwerking. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking.